Om een mini-museum te maken heb je een deksel van de schoenendoos nodig, je hebt lijm nodig, een schaar, een liniaal, een potlood, stroken papier en je hebt dit nodig om straks mee te versieren. Wat moet je doen? Je pakt een strook papier, die leg je in je doos en je gaat hem aftekenen. Je knipt hem af, dan vouw je een klein randje, zoals je hier kunt zien, en je knipt hem op maat. Dat doe je vervolgens bij meerdere stroken. Zoals je kunt zien heb ik hier een lijntje getekend en daarop kun je hem af omvouwen. Je vouwt hem op het lijntje en op dat vouwlijntje doe je dadelijk lijm. En dan kun je hem op dat vouwlijntje kun je hem erin plakken. Inmiddels heb ik al 3 van deze strookjes gemaakt. Daar ga ik lijm op doen en ik ga ze erin plakken. En dan heb ik de basis al zitten. Dan ga ik nu de tussenschotjes maken. En het leukste vind ik dat ze niet allemaal even groot zijn. Dus ik ga op verschillende plaatsen ga ik tussenschotjes maken. Zoals je kunt zien doe ik dat weer op dezelfde manier als die lange stroken. Alleen dan zijn de stukjes weer wat kleiner. Nu je gezien hebt hoe ik een schotje geplaatst heb, ga ik ondertussen verder met de rest van de schotjes. Zodat alle vakjes gevuld zijn. Nou, dat is dus gebeurd. En nu ga ik hem mooi bekleden, want ik vind hem zo nog een beetje saai. Dus ik heb vloeipapier gepakt, maar je kunt ook andere dingen pakken. Want je kunt voor watjes kiezen of voor papier of voor stof. Maakt eigenlijk niet uit. Nou, ik heb hiervoor gekozen en ik ga ze op maat knippen. En dan ga ik ze erin plakken. Nou, ik doe een beetje lijm erin. En ik plak het papiertje erin. Nou. En dan zit hij er al in. En zo ga ik met alle vakjes verder. En dan ga ik heel snel de rest even doen. En ja, dan is hij al klaar. En dit is het eindresultaat.